Staan we in de krant. Deze keer met Hooray. En Hooray staat er ook bij. Zo goed. Hooray. Het nieuwste project van Hannes Koudenis uit Kortrijk. 37. Ik ben geen 37. Aangepast. Het nieuwste project van Hannes Koudenis. Geen 37. Uit Kortrijk. De expert in digitale en sociale media start samen met zijn partner Vincent Schroeven een bedrijf op waarmee ze creatieve digitale oplossingen bedenken voor merken en artiesten. Cool. Echt blij. Goede reclame. Maar je kan daar wel obstakels overwinnen. Ja, bravo! Pas op, pas op, pas op, pas op! Oudje! Daar is een hond. Ray was gevallen, hij was aan het wenen en ineens komt daar echt zo'n jachthond rond ons blaffen en doen. Ik was echt doodsbang. Ray opgehoffen en ik had mijn camera klaar om te mappen. En de eigenaar moest echt super hard roepen op zijn hond. En ik kreeg hem echt niet onder controle, precies. Maar er is niets gebeurd, behalve dan dat hij nu wel een klein beetje bang is en dat ik hem moet dragen. En hondjes moeten aan de leiband. Ja, hè? Ja. Want dat is niet leuk als hij losloopt. Dat is niet leuk. Nee. Hey. Ja. Papa is bezig met een interview. Dat is Pieter van Vaderklap. Hij heeft mij net geïnterviewd voor... Vaderklap, een boek. Alright. Dat is mijn poes, Lotje. We hadden vroeger een huis, maar we zijn in een appartement verhuisd. Dus Lotje heeft geen plaats meer en woont nu bij mijn schoonmoeder. Maar ze is niet meer zo'n fan van mij ook. Ik mis mijn poes. Alles goed? Het is niet altijd roze geur en maneschijn, zeker niet als je onderneemt. We hebben drie zaken, Ray, CreaCopy, Copy Coffee. Dat is heel veel pressure. Vandaag is maandag, is echt een baaldag. Heel veel shit. Ah! Dat is echt een klote, godverdomste dik. Eén ding onthouden, shit kan je oplossen. Ik ga dat morgen gewoon even allemaal vergeten, want Mercedes heeft mij uitgenodigd om te vliegen naar Stuttgart, meer bepaald naar Sindelfingen. Ze hebben mij uitgenodigd voor de Design Essential, dus ik ga allerhande workshops kunnen volgen en zo een beetje meer weten over hoe Mercedes zijn auto's en zo designt. En ik heb een heel goede band met Mercedes. We hebben samen de campagne Like My Ride gedaan, daar kan je hier de video van zien. We hebben ook Snap City gedaan, kan je ook hier. Ik ben blij dat ze mij hebben uitgenodigd, want ik ben echt eens benieuwd om te zien hoe het er daaraan toe gaat. Hoe ontwerp je in godsnaam een auto? Goedemorgen. Het is 5:05 en ik ben onderweg naar de luchthaven. Het was massa's file, dus ik ben te laat. Ik ga dus vandaag naar Stuttgart en de reden waarom ik zo'n dingen doe, omdat het gewoon belangrijk is om soms even niks te doen, tijd, je te amuseren. Net op die momenten is je mind bezig met oplossingen zoeken voor problemen dat je eigenlijk de hele tijd aan het denken bent. Als je er dus niet bewust mee bezig bent met die problemen, dan komen de oplossingen vanzelf. Hey, alles goed? Zo wat? Ik heb net ontdekt dat ik niet ga mogen filmen in Duitsland. Dat is behoorlijk zinloos, dus dat ik meega. Maar goed, ik ga dat toch eens proberen van te maken. En toen was gedaan met filmen. We moesten alle camera's afgeven en ze plakten zelfs stickers op de voor- en achterkant camera's van mijn gsm, zelfs op die van mijn laptop.
crazy. We zijn net klaar bij Mercedes, dat is Christophe van Mercedes. Hey. Merci om mij uit te nodigen. Wat vond je ervan? Met veel plezier. Ik vond het interessant, maar wat vond jij ervan? Dat is het belangrijkste. Ik vond het echt super interessant. Okay. Het is grappig, want ik werk zelf ook in een creative lab en je ziet dat heel veel bedrijven hebben een creative lab, Mercedes ook. Mm-hmm. Echt ver om wat mee te maken. Dat is Brecht van Auto 55 trouwens. Ja. Heb je geamuseerd? Wat is dat museum? Het was niet oninteressant volgens Brecht. Juist jammer dat ik niet heb kunnen filmen, hè? Ja, dat is natuurlijk het zenuwcentrum van Mercedes. Het is dat. Dat zijn allemaal grote geheimen die de toekomst hebben. Ja, absoluut, absoluut. Ik ben al thuiskomen. Ik zit in de autolift. Ik vind het echt zo jammer dat ik niet heb kunnen filmen. Het was echt fenomenaal. Het was echt raar om niet te kunnen filmen, want ik zag de hele tijd dingen. Ik had de hele tijd mijn gsm met mijn broekzak en ah ja, nee, ik kan geen foto's nemen. Ze doen daar echt zotte dingen. Ze denken er over de toekomst, over zelfrijdende auto's, over aerodynamica. Er is een team van 13 mensen die koplampen designt. Op de computer, eerst op tekenblad gedesigned, dan op de computer. Dan maken ze een schaalmodel van 1 op 4 en dan gaan ze naar een klein model. En dan zag je die mensen echt met klei zo bezig. Ik heb zelf ook eens geprobeerd. Dat is echt awesome. Ze hebben daar ook een creative lab, net zoals wij op de VRT. En daar hingen zo'n schets aan de muur en er stonden gewoon twee wielen op een blad. En wij mochten met tape de rest van de auto designen. Wat strafste was, dan hadden we er een foto van. En dan was er iemand die supergoed was op de computer, zette in Photoshop, zat er echt een heel model van te maken in 3D. Fucking crazy, echt waar. Ik denk dat ze mij dan nog gewoon opsturen, mijn ontwerp. Ik ben echt benieuwd, ik had zo'n mega vin op het dak gezet. Echt ferme belevenis. Ja, ik heb ook heel veel futuristische modellen gezien die ze daar ontwikkelen. Die eigenlijk een beetje de toekomst. Zotten is, die mensen designen dus een auto die pas binnen 5 jaar op de markt is. En ze moeten denken in zelfs 10 jaar ver, want die auto moet er nog eens 5 jaar meegaan. Dus die moeten echt... Zij maken de toekomst. En dat vind ik zo straf, dat zij dat zelf creëren, de toekomst. Zo. Ze zien dat ze visionair zijn. Nee, ze bepalen mee de toekomst van hoe wij auto's mooi gaan vinden binnenkort. Ik heb heel veel geleerd, ben ontzettend geïnspireerd. Het is nu 9:15, ik ben in Kortrijk, ik ga snel naar binnen en wie weet zie ik Ray nog, maar ik vrees ervoor. Ik had jullie vorige keer gevraagd om te abonneren op Bo. En om een bericht te laden onder haar video van Ik moest van Hannes. Dat hebben echt superveel mensen gedaan. Iemand uitwinnen die mijn boek mag winnen. Mijn boek. Ik zit zonder boeken, dus ik ben daar net een boek gaan kopen in de standaard. Dat kost €22,95. Maar goed, ik geef dit boek weg. En degene die deze week dit boek heeft gewonnen, Like My Like. Dat is een ontzettend bruikbaar boek over social media en leuke dingen doen op social media. Dus de winnaar van dit boek deze week is... Even wachten. Stella Boudens. Stella Boudens, proficiat, je hebt mijn boek Like My Like gewonnen. Wat moet je deze week doen om mijn boek Like My Like te winnen? Heel simpel, je gaat naar mijn Facebook profiel, Hannes Koudenies. Ik heb daar deze vlog gepost en je reageert eronder met iets, maakt niet uit wat, en je deelt de video. En dan maak je kans om dit boek te winnen. Ik heb er echt al 4 weggegeven, ik mag er nog een stuk of 6 weggeven, dus zeker meedoen, het is echt de moeite. I'm gonna be in misery. You love me the strength that I'm leaning upon.